Wat was 2016 voor jullie een waardeloos jaar? Het was geen makkelijk jaar voor de Partij van de Arbeid, dat klopt. Vertel eens, wat is er allemaal gebeurd wat je in 2017 niet meer wilt meemaken? Wat er is gebeurd is dat we heel veel personeel gedoe hebben gehad. En dat wil ik in 2017 niet meer meemaken. Kijk even naar het college. Ja. Wat wil je dat ik zie in het college? Jullie zijn je plaats in het college verspeeld. We zitten niet meer in het college. Dat klopt. En de partij is gehalveerd. We zitten nog met twee personen in de raad. Hoe moeilijk is dat? Ja, dat is geen leuke tijd geweest. Je hebt een hoop energie die je steekt in negativiteit en die je niet in de stad steekt. En dat vind ik zelf het vervelendste. Kijk, niemand stapt de raad in omdat hij zin heeft in gedoe of spelletjes of toestanden. Je zit er omdat je wat wil doen voor de mensen hier in de stad en in de dorpen. En het is jammer dat je daar dan niet aan toe komt. En ik ben blij dat we uiteindelijk het achter ons hebben gelaten. We zijn nog met twee, maar we zijn er. En we gaan met die twee ons stinkende best doen voor onze stad. Kan je ook nog lichtpuntjes noemen uit het afgelopen jaar? Nou, het was best een duister jaar voor de Partij van de Arbeid, dat is inderdaad zo. Nou, wat ik fijn vind, is dat we uiteindelijk wel weer de weg omhoog hebben gevonden. Het is geen makkelijke tijd geweest. We hebben in die tijd ook wel... je leert ook je vrienden kennen in die tijd, laat ik het zo zeggen. En dus het bindt ergens ook alweer, maar het was een ontzettende rottijd. Maar uiteindelijk zijn we verder gegaan. Het is gebeurd, we kijken weer vooruit en we zijn nu gewoon weer aan de slag. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar ontwikkelingen zoals de wijkcentra, dan denk ik dat we daar als Partij van de Arbeid een goede rol in spelen. En dat is ook wat ik graag weer verder wil gaan doen. Bezig met die stad, met de dingen die er gebeuren, daar moet onze energie naartoe. Met andere woorden, vette streep eronder en de schouders eronder. Ja, samen vooruit zeggen we dan bij de Partij van de Arbeid. Voor 2017, wat zijn jullie plannen? En dan kijk ik even naar jouzelf, want je woont in Adorp en er is genoeg aan de hand. Ja, in Adorp speelt wat. Als je het hebt over wijkcentra, dan is dat in Adorp op het moment gewoon best heel erg lastig. We zien dat in het AOS is een conflict. Ik wil niet zeggen van, goh, dat zou zo of zo moeten. Waar ik gewoon ontzettend van baal is dat uiteindelijk de Adorpers de dupe worden. En ik hoop dat de partijen er samen uit kunnen komen met elkaar. Dus daarom heb ik college vragen gesteld om te kijken of ze met ons mee willen denken hoe we daar tot een oplossing kunnen komen. Mediator heeft al een keer geprobeerd om de partijen aan tafel te krijgen en de zaken uit te praten, maar is niet gelukt. Ik weet niet of er een mediator is geweest. Daar ben ik in ieder geval niet bij geweest. Ik hoop dat ze er wel uit kunnen komen. En dat ze gewoon ook als volwassen partijen om met elkaar op tafel gaan en zeg ik mop. Voor het dorp, jongens. Vind je het een uitdaging dat juist jouw partij dit heeft opgepakt? Nou ja, kijk, wij staan voor de wijkcentra. Dat betekent ook dat je er hier moet zijn als er wat aan de hand is. Nog meer plannen voor 2017? Ja, plannen genoeg. Er staan natuurlijk Tweede Kamerverkiezingen. Dus als Partij van de Arbeid zijn we sowieso hebben we genoeg te doen in de campagne. Maar ik denk dat we ook met de wijkcentra nog nodig te doen hebben. Dat speelt ook nog steeds, hè, in de breedte van wat willen we met die wijkcentra. Dat zijn ook dingen waar ik wel graag mee aan de slag wil. Nou, armoedebeleid is op het moment een onderwerp wat speelt. Dus ja, ik geloof dat we genoeg te doen hebben. En daar heb ik ook weer zin in. Je hebt nog een totaal een jaar tijd om het imago van de Partij van de Arbeid weer een beetje op te poetsen. Dat heb je ook wel nodig. Nou ja, hard aan het werk dan, hè?